Hallo en welkom bij dag 4 van Vlammes. Sorry voor al het achtergrondgeluid, de vaatwasser die draait en er zijn een man en zoontje die zijn een fietsband aan het oppompen. Maar ik heb nu nog even mooi licht, dus ik wil nu even graag mijn introductie filmen. Nou, in deze video het openen van een adventkalender of van de adventkalenders. En ik vertel ook iets meer over één van de kalenders, waarom ik die heb aangeschaft of heb gekregen. Want ik heb er ook een aantal cadeau gekregen, zoals je misschien weet. En ik kreeg ook een vraag over waar je creatieve kalenders kon vinden. Nou, ik weet dat Marianne Creatief, die heeft elk jaar, of Marianne Design is het, die heeft elk jaar een kalender. Studio Light, die heeft een kalender, die werken ze mee samen met bepaalde kunstenaars. En er zijn in Duitsland, zijn er nog meer. Ik heb toevallig een aantal video's gekeken op YouTube. Ik was gaan zoeken op creatief adventkalender uitpakken. En toen kwam ik bij een aantal Duitse kanalen en die maakten diverse stempel- en standskalenders open. Dus als je daar inspiratie op zoekt, kun je dus op YouTube ook zoeken op adventkalenders uitpakken. En in die rabbit hole, konijnhole, ben ik een beetje gevallen, want ik heb dus heel veel uitpakvideo's bekeken. En het scheelde wel, want meestal het feit dat iemand anders hem openmaakte was voor mij al voldoende dat ik hem eigenlijk daarna niet per se meer hoefde aan te schaffen. Gewoon het idee dat ik hem uitgepakt heb zien worden. Dus, dat zou dus mijn tip zijn. En het ligt er ook dus net aan wat voor soort kalender je naar op zoek bent. De meeste creatieve kalenders die zijn... Oh, er was trouwens ook nog eentje van... van mij Stabilo... In ieder geval een penmerk, een merk pennen, die was er ook nog. Dus het ligt er net aan waar je ook naar op zoek bent. Want er zijn dus heel veel creatieve kalenders. Er zijn er ook een aantal uit Amerika, zoals bijvoorbeeld de Arteza kalender. Die is met schilder- en kunstenaarsmaterialen. Maar heel veel van de standaard creatieve kalenders zijn wel vaak gericht op kinderen. Zoals die van de Flying Tiger die ik nu heb. Maar die hebt bijvoorbeeld ook eentje van Crayola en van andere kindermerken. Het is dus wel eventjes zoeken. Maar zoals ik al zei, eigenlijk is het makkelijkst om te zoeken op YouTube naar de creatieve kalender. En dan vind je vaak wel een aantal soorten. En kun je ook meteen zien of de inhoud past bij wat je zoekt. Vaak staat er wel een soort omschrijving op een website, maar om gewoon ook te zien de schaal van sommige dingen. Ik was één kalender die ik zat te bekijken en er waren de stempeltjes die waren misschien zo groot. En dan had ik zoiets van, ja, zou ik dat gebruiken? Dus dat zou mijn idee zijn om dat als startpunt te bekijken. Ik heb mijn kerstloper heb ik weer uit de kast gehaald. En deze loper die heb ik gemaakt van een patroon van het naaldbos. En die hoorde toen bij een adventkalender, maar die kon dus ook los het patroon maken van lapjes die je al zelf had. En dat heb ik gedaan. Ik vind hem nog steeds erg mooi. En daarom is hij nu weer op de tafel. We hebben trouwens op de tafel hebben twee glasplaten. Ideaal omdat we vaak knutselen aan de tafel. De glasplaten zijn... Op de maat als de tafel op de kleine maat zit. En deze tafel kan op 4 maten. En dat betekent dat... nu zit de tafel op, zeg maar, de tweede maat. Dan zijn de platen niet lang genoeg. En dan steekt er dus ook een klein stukje onder de platen uit. Maar dat is niet erg, want aan deze kant van de tafel... Daar gebeurt niet zo heel veel wat vies kan worden, dus... Maar de rest van de loper is dus nu mooi beschermd onder die glazen platen. En we kunnen nog steeds genieten van het resultaat. Op de onderkant van de glasplaat hebben we trouwens een soort anti-slip voetjes gedaan. In een donkergrijze kleur, zodat die goed blendt. En dat was een materiaal wat we toevallig al in huis hadden. Maar die maak ik altijd extra hoog op het moment dat dus het kleed eronder zit. Zodat het... De glasplaat niet uit zichzelf gaat bewegen of gaat glijden. Dus voor de veiligheid hebben we dus aan de glasplaten anti-slippen materiaal vastgemaakt. Het is tijd voor de kalenders en we beginnen deze keer met Waterdrop. Dit is trouwens wat verbouwingsgeluid op de achtergrond. Hopelijk valt het niet te erg op.
Maar in dag 4 zat deze keer een iced tea. En er zijn 3 verschillende smaken. Dit is de groene. Alleen van mij is dat citroen. Ik vertel ook niet of dat erop staat. Ik zie het er niet op staan, maar er is dus een groene, een paarse en nog een kleur. Misschien komen ze allemaal wel tegen. Maar dat is dus de water drop. En hieronder daar heb ik de yogi kalender. De zakje heb ik er alvast uitgehaald. Dat was een inner harmony. Ik moet nog even opzoeken wat dat is. Maar ik wil jullie wel het plaatje nog laten zien. Want die is wel ontzettend leuk. Want hier zit iemand een trui aan het breien op een hele bijzondere manier. Ik denk niet dat ze echt bestudeerd hebben hoe je breinaalden vasthouden. Maar het is nog steeds wel een leuk plaatje. En er staat: one who brings happiness to others will find it. In de adventkalender van Yves Rocher zit deze keer een bad douche gel. En mijn zoontje heeft deze eigenlijk al een klein beetje geclaimd. Want hij vond de geur erg lekker. In dag 4 van de shampoo bar zit deze keer een body bar. En dat is met jasmijn en kamille. Ik heb trouwens de deurtjes eraf gehaald. Van deze twee ging het heel makkelijk. En van die gaat het even met een schaartje. Maar dan kan ik even het labeltje bewaren bij de bar. En dan weet ik precies welke wat is. In de kalender van de draadzaak zit deze keer een kleurtje dat past bij het logo. En er zit een zakje in van Pukka, de lemongrass ginger. Vind ik toevallig een hele lekkere smaak van Pukka. In de grotere water drop, daar zat deze keer een pen. En er zit ook een, voor mij is een hervulling. Dus dan kun je dubbel lang ermee werken. En in de zelfverfkalender van Draadkracht, daar zit deze keer een mooie warme oranje tint. De kalender die ik sowieso dit jaar wilde aanschaffen, was die van de draadzaak. Ik heb de 2 voorgaande edities heb ik ook van haar gekocht en ze bevielen mij heel goed. Alleen ik was wel weer toe aan een nieuwe uitdaging. Dus toen ze op haar Instagram en op haar website meldde dat ze dus verschillende soorten garen zat, toen was het eventjes moeilijk kiezen, want de DK-garen leek me ook ontzettend interessant. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor de bamboe variant. En deze keer zat het echt in een, hij lijkt nu een beetje grijs, maar hij is zwart. Mooie stevige doos met zo'n magneetsluiting. En ik heb dus al een aantal zakjes opengemaakt. Die bewaar ik natuurlijk wel. Maar er zitten gewoon mooie zakjes zitten erin. En voor 5 december nog iets extra's. En ik vind dat ze altijd hele mooie kleuren verft. En het feit dat er niet veel plantaardige creatieve kalenders zijn, dat spreekt mij ook ontzettend aan. Dus dat is, daarom wilde ik sowieso deze weer, deze vlokmesperiode graag openen. Het is wel zo waarschijnlijk dat haar volgende kalender iets anders eruit zal zien. Maar mocht je interesse hebben in haar producten, volg haar dan op Instagram of kijk regelmatig op haar website of schrijf je in voor de nieuwsbrief. In de kalender zit elke dag zit er sowieso een strengetje. En af en toe zit er ook nog een extraatje bij, zoals iets lekkers of een theetje. In het algemeen, bij creatieve kalenders, als er een verver, een dyer is die jou aanspreekt, probeer die dan inderdaad te volgen of een nieuwsbrief te kijken of die er is. Want meestal beginnen ze vroeg met verven. Is er ook een hele vroege inschrijfperiode. En die inschrijfperiode is vaak in het voorjaar of net voor de zomer. Dus hou dat zeker in de gaten. Er zijn sommigen die later beginnen. Die hebben dan bijvoorbeeld in plaats van een adventkalender, bijvoorbeeld een kalender die pas met kerst begint. Maar doe nu alvast even wat onderzoek. Kijk Vlogmas aflevering. Kijk welke kalenders je aanspreken en dan ben je voorbereid voor volgend jaar. Ik wilde het nog even over deze trui hebben. Deze trui heb ik toen gemaakt om een patroon te testen. Dat was de Basket Weave Sweater. En
Ik was er zelf heel blij met het resultaat. Ik heb dus een antracietkleur. Ik even te vergelijken met mijn hand. Antracietkleur heb ik het lijf. En de boorden zijn gemaakt met een helder blauw. Of nee, niet een helder blauw. Een grijsblauw. Dus een grijsblauwe boorden. En de rest is antraciet. En hij was op dat moment Alex veel te groot. Want tijdens het testbrein waren ze alleen nog op zoek naar een testbreier voor een bepaalde leeftijd. En ik dacht dat het 8 tot 10 jaar was. Weet ik niet meer precies. Maar nu dat Alex hem echt bijna past. Hij heeft hem aangehad via Urken Wintersferen. Toen heeft hij aangegeven dat hij hem eigenlijk liever niet meer wilde dragen. Hij is niet echt een truipersoon. Wel een sweaterpersoon en een blouse. Maar geen gebreide truien. Ik probeer het wel regelmatig. Mijn moeder probeert het regelmatig. Maar Alex is gewoon geen truienpersoon. En ik vind het ook jammer om hem zomaar te laten liggen. Dus is er een van de kijkers die belangstelling heeft in deze trui. Voor verzendkosten mag je hem van me overnemen. Het is de, zoals ik al zei, hij was nu ietsjes te groot voor Alex. Dus ik denk dat ongeveer een 9-jarige dat hij hem zeker kan passen. Maar ik kan altijd ook nog dingen opmeten als je dat wilt. Dat je zegt van, hey, wat is de lengte van het lijf en de lengte van de mouwen. Kan ik dat zeker even opmeten als je belangstelling hebt. Maar voor de verzendkosten mag je hem van mij hebben. Laat dus even een reactie achter onder deze video als je belangstelling hebt. In de video van gisteren zag je ook dat ik deze sjaal droeg. Hij is compleet gemaakt met stokjes. Een beetje net als Granny Stripes. En ik zal ook even een foto in volgen, want het is heel grappig. Door de meerderingen die ik heb geplaatst, kun je nu even niet goed zien. Maar er zit hier de vorm van een huisje. Ik zal even een foto invoegen waar je dat ziet. Maar het is mijn versie van een redelijk traditioneel Urken sjaaltje. Normaal gesproken is het wat langgerekter. Maar er zit altijd één blauw randje in. Maar ik heb gewoon een andere steek. Meer blauw, want ik vind de blauwe kleur mooi. En een andere vorm. Maar het was wel een hele fijne toevoeging aan mijn outfit. Want ook al zat ik binnen. Het was best wel koud. En dit is sokkenwol die ik dubbel draads heb gehaakt. Dus dat was 75% wol, 25% met nylon. En tot en met de blauwe streep is één bolletje. En dat bolletje had ik van mijn tante gekregen. De blauw is bijna een compleet bolletje. En de rest van de zwart is ook wel een compleet bolletje. Dus er zitten wel zo'n 2,5 à 3 bolletjes in. Maar zoals ik al zei, het was wel een hele fijne toevoeging aan mijn outfit. En ik denk dat ik hem daar ook bij mijn outfit ga bewaren. Of als het ergens bij past wat ik draag natuurlijk. Nou, in ieder geval weer bedankt voor het kijken vandaag. Het is waarschijnlijk een iets kortere aflevering. Of ik moet ondertussen nog wat ander materiaal hebben kunnen filmen. Ik ben vandaag bijvoorbeeld ook bezig geweest bij de schoolbibliotheek. Eén keer in de zoveel weken ga ik naar de school van mijn zoontje. Om daar dus bij de schoolbibliotheek te helpen. Met de boeken uitlenen, boeken terugzetten, ordenen, noem maar op. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Dus vanmorgen was het ook weer zover. Ik heb even een klein videootje ondertussen laten zien van de boekenrekken. Want ik ga natuurlijk geen leerlingen filmen. Dat lijkt me niet verstandig. Dus, maar mocht ik ondertussen nog wat ander materiaal hebben verzameld. Dan zal het waarschijnlijk nu ingevoegd worden. Ik zag haar recept op Instagram. Ik zal de naam van de maker even delen. En die had dus een soort chocolate bark. En dat is dus dat je chocola smelt. Ik zal nu even wat materiaal invoegen van hoe ik het heb gemaakt. Alex die heeft geholpen samen met zijn vriendinnetje die kwam spelen. Dus we hadden bakjes met de verschillende ingrediënten. En we hadden verschillende soorten chocola. We hebben ook wat chocolade er even opgemaakt. Die anders misschien niet zo snel werden gegeten, maar nu in combinatie wel werkten. En daarna hebben we dus al die versieringen aangebracht op de chocola. Dus dit is dan bijvoorbeeld het eindresultaat. Je pakt chocoladerepen of stukjes chocola, die doe je op een bakplaat. En dan voor ongeveer 15 tot 20 minuten in de oven op 50 graden. Dus op zich heel laag. Dan gaat het langzaam smelten. Als het gesmolten is, ga je het een beetje door elkaar mengen. Een beetje marmeren. Dat kun je hier wel goed zien. Terwijl het nog gesmolten is, ga je dus al de andere versieringen aanbrengen. Eerst de wat grotere artikelen, daarna de kleinere.
En dan ga je het afkoelen. En als het afgekoeld is, breek je het in stukken. En zodat je kleine hapklare brokjes hebt. Je kunt het natuurlijk net zo ongezond en net zo gezond maken als je wilt. In ieder geval bedankt voor het kijken en graag tot de volgende aflevering.